Had ik al verteld dat ik hier al 4 jaar woon, waarvan er 3 jaar achter mijn huis geklust wordt. Vandaag zijn ze met de witte blokken en met de heggenschaar. Ja, het is gewoon gelukt. Geen beat maken. Shoutout, ik weet niet meer wie op het forum wat ik ooit had gemaakt. Het troepforum die dit recept deelde. Ja, het is gewoon top en lekker. Oh, lekker, lekker. Fiery. Wat iets meer prik ingemogen, maar ja, dat fermenteren ging niet echt lekker. Ik heb 4 liter gemaakt. Hier staat het bij mijn kimchi. En hier nog een paar flesjes. Is een skateboard. Even aankopen bij de kringloopwinkel gedaan. Asterix bij de Britten. God voor niet gelovigen. Freakonomics. The Lonely Crowd. De moeilijke kunst van bijna niets doen. The Book of Nothing. Wat een mooie titels. Echt een mooie lekkere score. Even over dat planespotten van gisteren. Ik was daar voor het eerst. Ik heb dat ook nog nooit eerder gedaan. Het is niet zo dat dat dit mijn hobby is. Jullie denken nu dat ik een vliegtuigspotter ben. Wat ik eigenlijk wilde doen is een beetje laten zien van oké, hoe kun je vliegtuigen herkennen. En waaraan kun je ze herkennen. Dus dat gaan we even doen. Ik doe gewoon stills uit mijn eigen video. Oké, deze van TUI is een Dreamliner. Dat staat ook wel hier trouwens. Hier staat Dreamliner. Maar het belangrijkste waarin je ze kan herkennen is dat er een single engine is. En dat is gewoon één motor met deze gekartelde achterkant. En dat die vleugels een beetje zo in een cirkel lopen als je hem ziet vliegen. Dat is heel mooi. Ook als je in het vliegtuig zit, dan buigt die vleugel zo. Dus dat is dus een Dreamliner. Een Dreamliner? Een Dreamliner is een Boeing 787. En achter die 3 cijfers, 787, kan nog een ander cijfer komen te staan. Bijvoorbeeld 7878, 7879, 7810. Dat zien we hier. Dit is een 777. Hoe kun je dat herkennen? Nou, het is een wide body. Veel wielen. Hier staan er 6. 3 om 3. 3 om 3. Hier eentje. En grote motoren. Hele grote motoren. Vergeleken bij, ja, kleinere motoren. Hier kun je aan herkennen. Aan dit soort van puntige, driehoekige, samengeknepen achterkantje. Hier kun je aan herkennen dat het een 777 is. En wat voor soort 777, dat weet ik niet. Zie je, die vleugels lijken wat rechter. Die zitten niet zo in zo'n cirkeltje. Wat kunnen we hiermee? Nou, dit is een klein toestel. Kijk maar. Je ziet hier weinig wielen. Hier zie je geen 6 wielen. En je kunt hier aan de snuit zien dat het een Airbus betreft. Kijk, een Boeing heeft een wat spitsere snuit en een Airbus heeft een wat bollere. Je ziet ook aan de cockpitramen. Wacht. Dus A320 cockpit. Je ziet, het is een wat bollere toet dan een Boeing. Dat is meer een driehoek. En die cockpitramen zitten in een driehoekje naar beneden. En dat is hier niet. Zie je? Bolle toet, schuin naar beneden en naar recht. Dus het is een Airbus. Ik ben dit aan het lezen en dit aan het lezen. In dit boek ging het over dit boek. En Guy zei, heb je Freakonomics eigenlijk al gelezen? Toen zei ik, nee, heb ik niet gelezen. Want het is veel te populair. Ik lees niet zo graag populaire boeken. Toen zei ik van, oké, als jij zegt dat ik hem moet lezen, dan koop ik het wel als ik het tegenkom. Nou, toen kwam ik het tegen in de kringloopwinkel. En toen ben ik dat gaan lezen. Allebei wel, ja, dit is gewoon een beetje wel oké. Dit is wel een leuk, interessant inzicht. Verder ben ik nog steeds ziek. Nou, ik ben niet echt meer ziek. Mogen we wel beter, mogen we trainen. Heb ik 8 dagen niet getraind, terwijl ik zo goed bezig was. Best wel jammer, maar aan de andere kant, ik had ook helemaal geen zin om te trainen. Dus misschien maakt het ook weer niet uit, want ja. Als je knetziek bent, kun je niet trainen. Als je een klein beetje ziek bent, kun je maar beter ook niet trainen om andere mensen aan te steken. Maar ja, ik heb ook een test gedaan, ik heb geen COVID, dus ja, ook wel eigenlijk prima. Lang vooral kort, bijna weer boven Jan. Alleen nu heb ik met mijn verkoudheid Jenny aangestoken, wat heel erg zielig is. Want ze gaan nu precies door het ziekteverloop wat ik de afgelopen 5 dagen heb gehad. En ja, het is toch wel voor een autist zoals ik een lesje empathie, omdat ja, ik nu precies weet wat zij voelt. Dat is niet top. Maar
Ja, ik vind het dus heel zielig voor haar. Maar aan de andere kant is het niet anders. En hopelijk komt in het einde alles goed. Nou, in het einde gaan we natuurlijk allemaal dood. Maar een soort van tot die tijd komt het meestal wel goed. Maar aan de andere kant komt het sowieso ook altijd niet goed. Ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Want periodes van regen worden altijd opgevolgd door periodes van zonneschijn. Maar ook andersom. Dus uiteindelijk het gaat altijd een keer regenen. Maar het wordt ook altijd een keer zonnig. Even over nadenken welke keuze ik tussen die twee maak. Oké, tot morgen.